VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo. Zondagmiddag gaat VVV op bezoek bij de nummer 2 PSV. Een lastige opgave dus om punten te pakken, maar niet onmogelijk. Heel simpel, willen we daar resultaat halen, moeten wij een meer dan goede dag hebben en moet PSV een slechte dag hebben. Straks meer, maar eerst het verhaal van de laatste wedstrijd. VVV Heerenveen. Ja, we geven 2 goals weg. Veel te makkelijk. Daarvoor krijgt Heerenveen 1 afstandsschot van een meter of 23 op de lat. En is er voor beide ploegen eigenlijk niet zoveel aan de hand. Heerenveen wat makkelijker voetballend dan wij. Ik vond ons erg slordig in de beginfase vooral. In balbezit. Dan sta je 2-0 achter. Dan kom je relatief snel. Hè. We hebben gekozen voor heel hoog druk zetten op het veld. Dat is het moeilijkste wat je kan doen. Met heel veel ruimte in je rug. Ten opzichte van 2 uitstekende buitenspelers. Nou, die hebben we aan de ene kant niet gezien. Aan de andere kant helaas wel. En dan mis je ook nog een keer een penalty in de 24e minuut. Ja, daar krijg je een knauw van. Dus ik vond onze eerste helft ook niet goed, ook niet qua uitvoering. Tweede helft daarentegen vind ik dat we een hele goede helft gespeeld hebben. Waarin we Heerenveen nagenoeg 45 minuten op hun eigen helft hebben gedrukt. En dan moet je wel de kansen maken of de mogelijkheden creëren die, dat die ballen erin vliegen. Dat doen we ook niet. Dus als je het per saldo kijkt, gewoon heel klinisch, dan is 0-3 een zware afstraffing. Wel geflatteerd, maar heel vervelend en niet goed genoeg van ons. Maar op het moment dat je het gaat analyseren en je kijkt wel de wedstrijd na en je kijkt naar de momenten na en waar zijn de momenten dat je dingen goed doet, zijn dat er ook een heleboel die er wel zijn geweest. En had die uitslag ook heel anders kunnen zijn. En dan praat ik voornamelijk over de tweede helft. Misschien is mijn verwachting van VVV afgezet ten opzichte van andere ploegen minder hoog dan dat wat sommige supporters verwachten. Maar ik verwacht niet zomaar dat wij even van Heerenveen thuis winnen. Dat is een ploeg die in de play-offs mee gaat doen. Of in ieder geval de doelstelling hebben. Wij hebben de doelstelling om veilig te spelen. Dus die krachtsverhoudingen zijn daar. Dat wil niet zeggen dat je met 0-3 hoeft te verliezen. Ik loop daar ook niet voor weg. En ik vind ook dat er heel veel dingen veel beter kunnen. En dan voornamelijk in balbezit. Ik vind gewoon dat wij aanvallend te weinig dreiging hebben en te onrustig zijn. Nou, daar werken we aan met de ploeg. Ik ga vanmiddag weer naar buiten met een aantal jongens die niet in vorm zijn. Nou, dan gaan we zoeken naar vorm. En dan gaan we zoeken naar dingen die ze wel kunnen. En dan gaan we ze weer opbouwen. En dat is de manier waarop ik werk. En dat moet dan voldoende zijn om straks weer resultaten te krijgen. En nogmaals, ik sta veel liever in de positie waarin we nu staan met 9 punten. Dan dat ik in de positie sta waarin iedereen roept van oh, wat voetballen jullie fantastisch. En je hebt 1 punt, om maar zo te zeggen. Of 2 punten. Hoe is het toch met Jonathan Opoku? De aanvallende middenvelder moet al bijna 2 maanden vanaf de kant toekijken. Ja, het gaat nu wel goed. Eigenlijk een tijd lang rust gehouden. Veel in de gym bezig geweest. Alleen maar fietsen eigenlijk. En soms even naar buiten wat lopen. En nu kan ik wel weer met de groep aansluiten. Nog niet helemaal tot ik geheel aansluit, maar wel grote delen meedoen. Dus dat is voor mij fijn. En hopelijk kan ik snel weer bij de selectie zitten. Ja, waarom gaat het herstel zo langzaam, als we het zo mogen noemen? Kun je dat uitleggen? Ja, ik heb last van mijn Achillespees. Ontsteking erin. Een tijdje mee rondgelopen. En ja, blijkbaar, ik ben natuurlijk ook geen medisch iemand, maar blijkbaar is dat slecht doorbloed. En daardoor moest ik gewoon rust pakken. En eigenlijk, het begon eerst met gewoon in de trainingen wat minder doen.
Alleen eigenlijk merkte ik dat het daar niet mee overging. En daardoor alleen maar in de gym getraind. En veel fietsen, zwemmen helpt goed. Dus zulke dingen gedaan. Dus ik was even voetballen af. En gelukkig sta ik nu weer op het veld. Opoku startte nog zo goed aan het seizoen. Met een goal en 2 assists. Opoku, dat is een goede bal. Soriano! En Opoku blijft heel rustig. En zo heeft VVV in een kwartier tijd na rust die 1-0 achterstand omgebogen. Van Ooyen met een hard schot, wat een goal zeg! Om de aanvallende intenties beter in te vullen, lijkt er dus zeker een rol weggelegd voor Opoku. Misschien wel, maar ik vind dat de jongens het goed doen. Maar de resultaten zijn wat minder. Ja, daar doen we op dit moment niks aan. Gewoon hard trainen en zorgen dat we de volgende wedstrijd gewoon weer er staan. Heb jij er een verklaring voor? Ja, het is, in de voorbereiding was het natuurlijk heel goed ook. Tegen grote tegenstanders, Panathinaikos, Wolfsburg speel je natuurlijk een hele goede pot. En ook de andere wedstrijden tegen Sint-Truiden, tegen de amateurs was het wel gewoon van een behoorlijk niveau. En dan is het jammer eigenlijk dat het nu geen punten op hebben geleverd. En tot we nu eigenlijk de punten moeten binnenhalen en tot het wat minder gaat. Ja, waar dan het lek zit. Ja, iedereen doet zijn best. En als we... Als je het wist, dan zou je het oplossen. Ja, precies. Dan zou ik het ook wel zou ik het zeggen. Maar voor mijzelf, ik heb natuurlijk ook niet de laatste tijd met het team. Ja, ik ben wel op de club, maar veel binnen geweest. Dus, maar volgens mij, qua sfeer en zo, doet het wel goed. Alleen er moeten gewoon punten gehaald worden. Of Opoku zondag kan spelen is dus nog de vraag. En dat geldt ook voor Christian Kum. Die tegen Heerenveen uitviel. Ook al vanwege een Achillespeesblessure. Zondagmiddag gaat VVV op bezoek bij de nummer 2 PSV. Een lastige opgave dus om punten te pakken, maar niet onmogelijk. Zoals al eens werd bewezen in 2009. Honda. Mooi meegegeven. Nou, dit is een schitterende kans en een mooie goal ook. Ahahaoui. En de 2-2. Fantastisch, Honda. Jensie Mrevinha. Marcellus. Schaken is sterker. Schaken. Nou, rustig blijven. Schaken is heel rustig. 3-3. En het is niet onverdiend. Kan nu maar verrassen tegen PSV, zullen we maar zeggen, of niet? Ja, nou goed, dat zal niet makkelijk worden. Het voordeel is dat zij een donderdag een wedstrijd spelen. Een uitwedstrijd. Dat zal toch wel wat energie kosten, mag ik aannemen. En daar moeten we ons voordeel mee doen. En we zullen weinig de bal hebben. Dat was tegen Ajax ook zo. Dat was tegen Utrecht ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat je in de spaarzame dingen, momenten dat je eruit kan komen, dat je daar je voordeel kan halen. En heel simpel, willen we daar resultaat halen, moeten wij een meer dan goede dag hebben en moet PSV een slechte dag hebben. Dat is nou eenmaal de realiteit van de Eredivisie op het moment. Maar we gaan daar wel gewoon keihard werken om er iets van te maken. De wedstrijd VVV Heerenveen begint zondag om 16:45 en is ook live te volgen via Omroep Venlo Radio. Wij sluiten af met Koffiecorner van Binnenkamp Pala. Nou heb ik zelden een excuus nodig om fly te eten, maar dit is natuurlijk voor... Pietje Pala. Ja, want Piet is morgen jarig. 69 wordt hij. We moesten iedereen de groeten doen. Hij wilde niet op tv, dat wilde hij al jaren niet. Maar Piet... Back off. Op is jou. Officiaat. Hoppa. Hoera. Nou, Lucas, zodra we koffie in de hand hebben, gaan we het over serieuze dingen hebben. Vond je het serieus staan afgelopen week aan tegen Heerenveen? Wat zei ik vorige week ook alweer 5 keer? Ja, die... Zo vond ik hem weer. Wat jij ook zei is... Odegaard scoort niet, dus dat gaat hij in de koel ook gewoon niet doen. Nee. Spel ik nu al wat. Odegaard zelf, Odegaard. Nee, kijk, weet je wat het vervelende is? Die wedstrijd die maak je zelf dood in de negatieve zin in 13 minuten tijd. Ja. En het rare is... Ik zat boven, jij zat beneden. We krijgen die penalty en jij appt mij. Dit kan wel eens een legendarische 3-3 worden. Dat zat er gewoon in. En dat klinkt heel raar als het uiteindelijk 0-3 wordt. Want maak je die penalty,
dan denk ik dat er gewoon meer in zit. Ik moet zeggen, je verliest uiteindelijk wel met 0-3. Ja. Maar ik vond ons eigenlijk op dat eerste kwartier na en misschien de laatste 10 minuten niet eens zo slecht. Nee. Ik heb trouwens gehoord dat het lekker gaat in de woestijn. En de woestijn gaat het uitstekend. Ja. Tweede wedstrijd en de Emiratencompetitie. Ja, je moet eens wennen gewoon. En vraag me nou niet van wie, want ik heb het proberen te onthouden, is me niet gelukt. Penny verliest weer met al Ittihad, maar Penny scoort weer. Dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar als we scorende mensen moeten halen, ik zou eens een nieuwe stijging gaan kijken. Penny Malappa terughalen voor 1 miljoen. Ik ben blij dat we hem verkocht hebben. Ja, ik ook. En ik denk de mensen hier van de financiële afdeling ook. Maar ja, dat is toch jammer, hè? Dat missen we. Nog een oud VVV'er. Ja. Eindelijk wat minuten heeft gemaakt. Ja, lekker. Vito. Fijn voor hem. Ik had het al met Delano hier wel eens over. Ik zei, Delano, hoe is het? Ja, zegt hij, het vreemde is, hij heeft een of andere ontsteking of pijn in zijn buik. En dan straalt het naar boven uit en dan straalt het naar beneden uit. Maar ze weten niet precies wat het is. Het was iets met de buikwand of zo. Het zat in zijn lies. Nu voorbij. Hij komt erin in een kansloze wedstrijd natuurlijk, want volgens mij stonden ze al 4-0 achter. Maar hij maakt zijn eerste 15, 20 minuten en dat vind ik fijn. Want Vito is de toch einde van ons en die zie ik het liefste op het veld. Nou, en nog einde van ons, die zat er natuurlijk ook, die kwam er bijna in. Oenerstal kwam er bijna in bij PSV, die zit er dicht tegenaan. Zit er dicht tegenaan, dus ja. Is in elk geval weer fit. Nu moet Zoet alleen nog even geblesseerd raken en zien we eindelijk Ossa Lars ook weer op het veld. Ja, hoop ik wel. En de eerste wedstrijd na de winterstop is volgens mij VVV-PSV. Ik denk dat PSV-VVV van komende week iets te vroeg komt. Maar Lars komt eraan en Vito is terug en dat vinden we fijn. En Lucas, dan bespreken wij natuurlijk veel mensen in de koffiecorner. Ja. We hadden het een keer over Roel Jansen, die verloor direct zijn basisplaats. Ja. Vorige week hadden we het over De La Vega van Rode JC, die vloog er ook direct uit. Die vloog wat ook een soap weer. Kan toch niet, kan toch niet. Ik bedoel, we zeggen, het is altijd hetzelfde. Het is altijd Groundhog Day bij Roda, het is altijd knokken om geld. Dan gooi je die supporters met medewerking, want iets anders was het niet, met medewerking van de beveiliging wordt hij naar buiten gegooid. No hablo español. No hablo español. Ja, no hablo kiergroois, zeiden ze daarna. Want volgende dag loopt hij weer fluitend naar binnen, zegt hij hallo tegen iedereen. Nee, weet je wat hij zei? Hoe was de tweede helft eigenlijk? Ja. Die heb ik even niet kunnen zien. Die heb ik gemist inderdaad, ja. Ongelooflijk. Ik ben echt blij dat ik voor VVV ben. Ik ook, maar we zien volgende week alweer deel 3 in de aflevering De Soap rond een De La Vega. Ik weet niet of je die tweets van Honda hebt gezien. Het is zielig. Het is gewoon bijna zielig. Ik bedoel, dat een man die toch bij grote clubs heeft gespeeld, geen club kan vinden. Dat vind ik al jammer. Dat zeg je wat. Maar dat je vervolgens op Twitter zo schaamteloos gaat aanbieden bij Manchester United en bij AC Milan. Ja. Dat moet een man als Kazuko Honda gewoon niet doen. Nee. Hallo. You want a good player? I'm a good player. Het is net die Nigeriaanse mails die je hier af en toe binnenkrijgt van I'm really good. You want to take me? Nice, nice, good player. Take me. Ja, dat kan niet. Het kan echt niet. Het is beschamend. Het is bedelen. Het is onwaardig voor Honda. Waarom stuurt hij eigenlijk geen tweet naar VVV? Is toch eigenlijk veel makkelijker? Ja, maar dan weet hij dat hij meteen aangenomen wordt. Ja, misschien wil hij gewoon niet meer voetballen. Ja, dat kan ook, maar dit kan niet. Het voordeel bij het voetballen is, je hebt heel snel de kans om je weer te revancheren. We zeiden het net al, we hadden het al even over Oenerstaal. Volgende week zit hij waarschijnlijk nog steeds op de bank. Dan is het zondagmiddag 4:15, PSV VVV. PSV uit, makkie. PSV uit, makkie, inderdaad. Ja. Dat kun je van tevoren al invullen wat het wordt. Dat is gewoon een tweetje. Nee, weet je wat het is? 51 competitieduels heeft niemand daar weten te winnen. Dat VVV dat niet lukt, dat snap ik. Maar zelfs Ajax, en noem ze maar allemaal op, hebben daar niet gewonnen in 51 competitieduels. Het enige voordeel is wel, hoe langer die overwinning uitblijft, hoe dichterbij die komt. Hoe groter de kans is dat ze wel gaan verliezen. Maar? Flyers op, koffie is op. Piet is morgen jarig. Het wordt sowieso een geweldig weekend. En dan hoop ik, ik denk wel dat ze gaan verliezen, maar ik hoop dat VV morgen gewoon een mooi verjaardagscadeau geeft. 1 puntje voor Piet, zou toch mooi zijn, hè? Puntje voor Piet, daar gaan we voor. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo.